In een atlas staan erg veel kaarten. Om je te helpen de juiste kaart snel te vinden, staan er verschillende hulpmiddelen achter in de atlas. Het landenregister, het namenregister, het trefwoordenregister en de bladwijzer. In het landenregister staan alle landen van de wereld in alfabetische volgorde, van Afghanistan tot en met Zwitserland. In het namenregister vind je de namen van landen, plaatsen, rivieren en bergen op alfabetische volgorde. Als je wilt weten waar het dorpje Adorp ligt, staat er achter 4041 G3. Dit betekent op bladzijde 40 en 41 van je atlas, in het vak G3 kun je het dorp Adorp vinden. Het trefwoordenregister ligt nog weer verderop in de atlas. Hier staan alle onderwerpen van de themakaarten op alfabetische volgorde. Kijken we bij de A van aanslagen en wil je meer weten over aanslagen in de wereld, moet je dus kijken op kaart 205G. Op deze manier kun je over heel veel andere onderwerpen ook kaarten vinden. Ten slotte heb je nog de bladwijzer. Dit is een getekende inhoudsopgave helemaal achter in de atlas, aan de binnenkant van de kaft. Je moet dan wel ongeveer weten waar het gebied ligt dat je zoekt. Bij Midden- en Zuid-Amerika vind je bijvoorbeeld ook de kaart van Suriname. Op deze manier kun je dus snel door de atlas navigeren.